Ja, ik ben van begin af aan al in het boerderij gekomen. Ik ben een metretje hier. Van de squalbank en ouders. Dat is wel een tijd, zeg maar, zei, dat ze net ouder ben en dan al in het bedrijf, dat ik er net bij staat. Maar daar ben ik gelukkig net maar in. Ik ben nu in een papierfabriek in Vrijantje. En dat laat dus heel los. Kunt u nog een beetje volgen? Ja, dat is wel heel los als het boerenwerk vanzelf. Ja. Het is een ploegentjenst meer. Het komt dus er niks op, want het werk dient is dat net dingen, deze voor mijn orenploeg die erin valt. Ja. Ik zal even voorstellen, dit is mijn boerman Dijkstra. Dijkstra. En we wonen hier samen in Kuwait sinds kort, want ik ben een zogenaamde teruggekeerde Fries. Maar dat boerenbedrijf, dat was vroeger natuurlijk wel heel anders dan het tegenwoordig is. Ja, zeker. Dat was zeker heel anders. Toen ging het alles met de hand. Dat gaat nu allemaal machinaal, hè. Dat is ook zo met het mest uitdraaien. Uit de staalweg eerst op een hoop. Het dongje. Ja, het staan hier op de dongje. Ja, nou dat... Ik weet er een van, maar... Ja, zeg jij, goed dat jij het iets weer dan weer het heel horen, Tiet, als nou. Want ik hoor uit een skipperslagen, dan weet ik dit zelf net een soort van... Maar het weer net noffelijk leven, met al je neta. Die mensen moesten altijd maar omwaarroelen. Kunt u het allemaal zo volgen? Auto? Ja. Waar is dit een auto? Beren. Ja. In Vlaanderen? Ja. Nee, Pediek toch? Diek? Ja, Pediek. Diek een Vlaanderen. Een brommer op Pediek? Ja. Waar is een brommer? Mooi. Mooi. Schaap. Skier. Paard. Kinder. Melk. Malken. Brood. Bal. Kaas. Precies. Aardappels, jeppels, boontjes, pons. Dit nemen we boerkje. Dan gaan zien dat er nog eens een tuchtje zit. Mijn zoon die is nu aan het schoffelen. Zit net vol meer in. Maar ach, met dit mooie waar, alles wat je om... Koffelen is ik waai. Wij wonen hier wel enigszins afgelegen, maar de wegen zijn goed. En we lezen nogal geregeld de krant en de radio luisteren we wel naar. Ik heb geen enkel moment, wanneer ik in gesprek ben met een ander, dat ik daar bij mezelf denk, nou, je loopt achter. Heb je op televisie? Nee, geen televisie. Dus ben die... Heb ik geen verlet van de televisie, vreeger ik net om. Ik ben een lijstensoort. Bij ons in de huishouding werd een heel soort lijst. En onze ondervindingen zeg ik dat het, ik wat de taal, ik wat de Nederlandse taal onbelangrijk, dat het ik het taal eigen, dat ik meestal zo goed mijn pijl bloot. Tenminste, dat is uw idee als bij de televisie. Dus ben weer opvangen op een lege squallen hier in het Friesk. En de eerste beide hier en dan werd dat onderjocht, het onderwijs, ik joon in het Friesk. En als je op de oude jong komen, dan is het opvallend hoe spontaan en hoe vrij uit die opstelling is binnen van die band. En als ik dat vergelijk met hoe wij zelfs op squallen kwamen, dan is dat een verschil als van nacht en dag. Uw opstelling is zo stief als een peel. Wij wisten net hoe we er mee moesten. En deze band praten en vertellen in haar eigen denken. En daar waar u het in haar eigen taal. De
grote school naar het kleine thuis. Een nogal ingrijpende overgang als het Fries je moederstaal is. Maar ja, wat bereik je later met Fries, zegt je moeder. Je hebt recht op Nederlands onderwijs. En dan zul je het hebben ook. Daar komen ze dan. De Hollanders. De centrale overheid. De kerk. De macht. De wet. De taalmacht. In 3 eeuwen is dat zo gegaan. En intussen moest het Fries zich maar zien te redden. En ze blijven komen. De plannenmakers. De toeristen. Toen de dijk er was, was het hek helemaal van de dam. Goedemorgen, het is 6 uur. De markt kan beginnen. Ja, u spreekt met het Friesland Verstandboek, afdeling export. Jazeker, meneer. U wilt weten of een hulpboekmoeder toegestaan is voor export naar Marokko. Een ogenblik. Maar wij besten uitvieren naar Marokko werd de hulpboek Beb inzet. Een hulpboek Beb inzet? Nee, dat men mij wel hulpboeken werden, hè, van Marokko. Ja. Ja, meneer, de moeder mag een hulpboeker zijn. Ja? Nee, grootmoeder is dan automatisch toegestaan, maar moeder mag dus hulpboek zijn van Marokko. Ja, maar tot die dienst. Dag meneer. Bedankt. En tot ziens, hè? Hoi. Ja, zei jij dat hier, hè? Dan hebben we een Friese klant en dan een Hollandse klant en ach, het rent hier al aan oren. We hebben ik van alles te keer. Je kan hier alles krijgen, je kan niks willen wat. Zo, dan moest je vroeger eens komen. Jo? En ja, je leren plaats wel dingen, die praat Fries en horen praat Hollands en dan hebben we er goed bij nodig. Ja, sommige Duitsers had. Jo? Maar ja, je kan je er maar rijden, tenminste, je rijden je er maar. Komt er wel eens wat nu voor uit, maar ze kent die in elk geval verstaan. Ja, Fries ook net, hè? Ja. No? Het rent me wat, nou? Is het zo? Dat had ik net mooi, maar... Nee, je moet zo lang, meester. Ja, ja, dan leert het me wat, nou? Zou jij dat hier in Friesland, nou? Alleen in de Friese taal, ja, daar kom je net zo lang, nou? Oh, dat is Andries. Nou, Andries, ja, dat wist al weg, hè? Wat zoekt hij, jongen? Een poesje, poes, Madaka. Wij tegeren in een vutleerschepen cirkel, ronde van leefde. Wij spiegelen in borg in de veiligheid. De tere dreem springt iepen op de scherpe diggels van de werkelijkheid. En aan de einde van mijn langste doos je de verlette vlammen van de eensemens. Operatie vers. En een Fries vers op de nuchtere maag valt er altijd in. Ja, 105. Van wie is dat nummer iets van? Ja, inlichtingen. Wacht maar, zie je ook maar. Dit het Sabette?
Wel, ja, het Nederlands is moeilijk. Je draait een nummer in Amsterdam en dan krijg je een... Wat krijg je erop? Ik heb zelf de regel in huis dat er of goed Nederlands of goed Fries wordt gesproken, maar niet de hele boel door elkaar heen. Het eist natuurlijk wel een bepaalde opmerkzaamheid, een bepaalde vorming, een bepaald taalgevoel om deze dingen uit elkaar te kunnen houden. En dat kan je niet van iedereen eisen. Ik voel mij als iemand die bijna is om utens van dange tot dange, voel ik mij lokkig dat ik hier bij je mag. In dit land, met deze mensen, met deze lands douwen en ik met deze taal. Ik zou nooit naar een oorplak daar willen. Ik ben tevreden, blij en dankbaar. Tevreden, blij en dankbaar. Friesland opgestoten in de vaart der volkeren. Als het intussen dan maar niet zijn eigen gezicht verliest. De boer van gisteren, zoals mijn buurman Dijkstra, werkt nu in de fabriek. Zo gaat dat in Nederland. In zijn vrije tijd is hij dan Fries met de Friezen. Wel erg mooi om het te horen. Ik vind dat je het ook, wanneer je in Friesland woont, zeker moet kennen, moet kunnen verstaan. Omdat het erg belangrijk is wanneer je met oudere mensen of zo wilt spreken. En die helemaal geen Nederlands kennen of een andere taal. Dat ze die je dan kunnen begrijpen gewoon. En daarbij vind ik het Fries eigenlijk altijd wel... Het is wel veel rijker dan het Nederlands. Het is een... erg rijke taal. Bijvoorbeeld, het heeft uitdrukkingen die het Nederlands helemaal niet heeft. Neem nou het woord smoek. Als je bijvoorbeeld het woord smoek neemt, dus, dat betekent bij een muur waar je geen wind hebt, dus waar je dus geen wind komt. Dat heet in het Fries smoek. Maar in het Nederlands moet je al zeggen, bij een muur waar geen wind komt. Dat vind ik wel fijn. Smoek. Nee, smoek, jawel, het is gezellig. Gezellig? Ja. He? Vindt het hier gezellig? Ja, dat is nu wel, ja. Okay. Het is smoekje, ja. Nee, mij niet. Twee talen, is dat een probleem? Nee, helemaal geen probleem. Nee, ik ben er als klein kind mee opgegroeid. Thuis praten we Fries en op school is het gewoon Hollands. Wat denken jullie van de tweetaligheid? Hè? Wat? Over Fries en Nederland? Tweetaligheid, wat denken jullie ervan? Spraakgebrek! Tweetaligheid is wel zo leuk. Vindt u wel zo leuk? Ja, daar blijven we. Fries moet blijven. Tweetaligheid is wel zo leuk. Vindt u wel zo leuk? Ja, daar blijven we. Fries moet blijven. Zwet van Grutepier. Dat wie een boer uit Kim zit en die hier leest van vreemde troepen. En die had er mooi oorboeren het loon uitjagen, dus Friesland uit. En toen is hij weer gewoon boerengong. En Ja, maar is er niks van waar?
Nou, er staat wel in de boekjes en ik denk wel dat het mooi hier is. En dan heeft er heeft misschien dit soort ik broed. Want dit is mooi, met twee handen. Met twee handen? Ja, dit is een twee handen soort. Nou, wat kan je dat dan zien, dat een twee handen... Nou, dit kan je nooit meer in je handen bij het hoor, dat kan je nooit meer. Poppe, is bensje leid in de groppe. Heid en mems haar vier van hoes, die kennen haar net beroppe. Nou, toen ik je voor de eerste keer kwam toen, voor jou dus, dat je voor de eerst bent, voelde ik me ergens verschrikkelijk al. Want ik schrok er wel van dat de meeste aan abnormale smaken ging, wat kleuren betreft. Daarom dat. Het heel reden, het heel grieven. Ik snap dat de meesten naar de bank kunnen gewoon. En toen ben ik dat helemaal onderwend. Zulke kleuren, wat grotendeels in hout is daar. Hout en wonen en dan komt hier zo'n... Nou ja, het is een heel oud huis. Uit 1500. Ongeveer. Een heel breed huis. Maar een hele hege stoep ervoor. Maar een leuning. Een ijzeren leuning. Heel leuk ergens. En boven dat is gewoon al hier hoeken en gaten. Want die slipkamers is al hier heel erg hoekig en dit is hier al hier helemaal rug. En de taal, nou ja, Fries, ik ben wel een echte Friesin. Maar ik kan even goed handels als Fries, want ik kan nog anders leren. Ik een manier of zo, saai zo'n manier. Toen kon ik al behoorlijk handels praten. Toen werd het zo in pond. En nou, Fries, het is maar voor even. Maar dan hoop ik toch wel dat je waar bent. Nee, je dat kind vallen niet meer schelen, heel Friesland net. Maar ja, duurt niet meer het schelen wel. Dat blijft altijd zo. Nou, je dus, je hoeft het voor mij niet meer. Ja? Nou, om eerlijk te zijn, ik praat wel Fries, maar ik leer net graag Fries. Net graag Fries? Nee, maar dat kan verhoor je als je een goed boek houdt. Maar net zo'n man zeggen, want dan heb ik er weer voor. Oh, dan mag ik eerst jouw adres halen. Maar... Nee. Maar weet je, dan kun je je man om eens verrassen. Hè? En dan neem je een boek mee, een Fries boek. Nou, ik ben geboren in het dorp. En mijn size hier ben ik naar de stad gegaan. Eerst naar Snits en toen naar Lauwert. Naar Lauwert, omdat het moeilijk was om een huis te vinden in de stad. Tenminste, een flat kon je wel krijgen, maar een leuk huis net. Nou, ben ik hier welkom in Poppengewier. Ja, dit is een fantastisch dorpje. Toen ik hier kwam, toen was het helemaal uitstaan en leeg. Er waren geen meisjes, nou ja, alleen nog oude meisjes, geen jonge meisjes. Heel langzamerhand is dat begonnen. Er waren nu al je meisjes uit de stad die ben hier komen. We hebben dus een antiekwinkel, die hebben we dus zelf. Er is hier een textielwinkeltje. In grootmoeders stoel is het goed zitten. De trend is Beppe haar stoof en daarbij hoort Beppe de taaltje. Dan zou je iets kunnen oplossen door de klok terug te zetten. Ja, die antiekwinkel die we hebben, dat is een hele gekke vergelijking. Misschien ook wel met taal en dingen die hier gebeuren in Friesland. De meeste dingetjes zijn begonnen met die winkel. Dat is echt ook gekomen dus door oude mensen die hier verdwijnen, die naar een bejaardentehuis gaan, die weg moeten gewoon. En de meeste spulletjes krijgen wij dus ook wel van dit soort mensen. Dat dat wel gelijk opgaat met een gedeeltelijk verdwijnen van de Friese taal. En dat het ook heel gek is dat jongelui gewoon weer ontzettend veel interesse hebben voor de Friese taal. En die dat toch weer proberen op te halen en die ermee bezig zijn. En terwijl die andere oude mensen gewoon met een hele grote omschakeling zitten door moeten of... Daar heb je ze weer. De wet onder de arm. Heel wat van plan. Zijn zegen hebben ze. Ook kennis is macht. De industrie staat voor niks. Maar dan mag hij er wel voor zorgen dat hij niet te laat komt. In het dorp spreken we Fries met elkaar. In
de wat grotere dorpen en in de steden wordt het al gauw stadsfries. Dat is dan vooral voor die mensen die het Fries eigenlijk liever niet spreken en het Nederlands niet helemaal beheersen. En bij officiële gelegenheden wordt het dan al gauw Nederlands. En wanneer het gaat om zakelijke belangen, en dat is duidelijk zichtbaar, dan wordt het altijd Nederlands. Gezamenlijke belangen van de provincie worden hier besproken. Meer dan de helft van de statenleden gebruikt daarvoor het Fries. En zoals ze spreken, zo worden ze ook op schrift gesteld. Ik ben hier een kruis gebouwen en de dorpen ben net oergreut. Ze ben ja, de lied te nemen en dat is voor dus die dorpen een hele opgave. Maar in een gemeenteraad loop je grote kans dat je Friese betoog toch door de notulist wordt vertaald. En als Nederlands in de officiële stukken terechtkomt. Begroting krijgen van alle Green Cruise gebouwen die er binnen en we hebben wel jongen dat dat. Ik maak ook heel vaak mee dat de mensen zich wat beter in het Nederlands voor willen doen. En dan proberen ze echt tegenover mij, misschien ook wel omdat er een beetje een afstand bestaat dat je een witte jas aan hebt uit Nederland komt, dan zich echt wel goed voor willen doen in het Nederlands. En dan komt vaak ter sprake dat ik zeg, nou mevrouw, dan moet u het echt zo proberen. Ja, ja, ik zal het bezoeken. Dat is dan eigenlijk een beetje het vertaalde Fries van, ik zal het beziekjen. Maar de mensen eindigen dan ook heel vaak met, zuster versteert wel Fries, maar ik wil Fries praten. Toen ik hier kwam solliciteren, waren een van de eerste vragen die ik aan de directrice stelde, is het ook een bezwaar dat ik helemaal geen Fries versta, ik spreek het niet, ik ken de taal niet. Oh nee, zei de directrice, dit is helemaal geen probleem. Zeg, ik ben zelf Friesin, ik spreek Fries, maar hier de voertaal in het ziekenhuis is helemaal Hollands. En zegt, ik spreek zelf ook altijd Hollands tegen de patiënten en misschien alleen tegen de technische dienst is een paar woorden Fries. Hij nog meer? Ik ga nog meer. Hij staat als een stoperske warme. Ja. Op het jetplaat. Ja. Dat is een hele mooie. Hij stapt als een stoterske wanne op een jetplaat. Wat is dat? Wat weet het? Een trotse haan, hè? Een trotse haan. Maar waarom is die, dat jitteplaat er nou bij? Hij stapt op een jitplaat. Stel je me eens even voor wat een wanne docht op een jetplaat. Op een hete plaat. Een hete plaat. Oh, ja. Nou, hij tripkert. Heel beeldzend. Het Friesk is ontzettend beeldzend. Altijd zei je die dingen bij dat je zei, hé, wat is dat mooi. We zitten met twee voeten in een hoors. Wat weer dat ik, hè? Wat beschut dat? Ja, met twee voeten in één laars. Dus, hoors. Oh, kous, ja. Dominee, ga jij ook in weer? Hij smiet hege egen. Hij had het vuil oer de egen. Ja, wat is dat? Hij had het vel oer de egen. Nou, ik dacht dat hij een plank voor zijn kop heeft. Hij ziet het nee, niet meer. Nee, schellen. Hij slept. Hij slept. Hij had even het vel oer de egen. Zie eens jongens, en hier zien we de trekker. En daar zit een motor in. Ja, wat is er logischer dan een tweetalige school? Je kunt een tweede taal pas goed leren als je je in je eerste taal goed hebt leren uitdrukken. Mijn dingen werd een motor in zit. Vliegt u? Een vliegtuig? Raceauto. Nou, maar meer. Raceauto. Een raceauto. Trein. Een trein. Een bus. Een bus. In mijn broek is het niet echt. Maar de Magdozenmeisje, die kan iets Duits wonen, maar dat kan mij goed in Nederland. Ja, ja. En de Duitsers, die komen hier op vakantie. Ja. Zijn jullie wel eens met de bus weg geweest? We hebben hier nekkels een keer in Assen, daar was maar de bus. Oh, wie dat in Assen? Ja, Assen, jongens, dat heet in het Nederlands Assen. Ja, en hier in de buurt is ik een stad die heet Leeuwarden. Waar weet hoe die stad in het Nederlands heet? Leeuwarden. Leeuwarden. En zullen wij nou eens proberen om Nederlands te praten? Ja. Wat zou dat wijzen in het Nederlands? De kei steen op een stal. Probeer het maar eens. De koeien staan op de stal? De koeien staan op de stal. Alicia. Wij gaan
gehad. Keurig, wij hebben honden gehad. Ja, prima, oké. Jetske, ja? Ik ga hier onder telefoon mevrouw Wienstra uit Frentier. En die wil graag reageren op wat krek zijn is over de relaties binnen het gezin, binnen dat onderwijsonderwerp. Mevrouw Wienstra uit Frentier. Ja, komt die een veding over de muziek, 5 seconden. Ik maak mijn veding die druk. Dan hebben we nog een telefoon mevrouw Wienstra uit Frentier, die graag heeft gereageerd. Zijn er nogal eens mensen die, die denken dat je zo'n Fries programma eigenlijk moet zien als een taalbevorderende instantie? Hè? Dat je dus propaganda voor het Fries zou maken. En dat we ons bemoeien met cultuur en nog eens cultuur. Dat is niet zo, niets is minder waar. Wij bemoeien ons gewoon met de dingen die dagelijks in de provincie gebeuren. En we proberen via de communicatie mensen met elkaar in contact te brengen via ons radiostation hier. Dus informatie geven in Friesland aan mensen, zowel Friese als Nederlanders, is onze tweetalige functie, zou je kunnen zeggen. En dan meen je Joe man, dat Joe zag Fries minded worden binnen en je liet het hem lezen. Ja, ja, en hij heeft er beide plezier van. Toen je man groot genoeg is, dus ik kan je niet meer onderuit komen. Nee, nee. Ja, maar Joe, maar eens even in de kroon als er iets bij zit wat je man dus belangstelling van heeft. Dus mevrouw die had belangstelling voor het Fries boek van haar man. Ja. Toen dan dat lood namens dat lood van de machtige, die kost een verheftig dreunende bien. Toen dan dat lood kwam, die stem, die roept de ronde mannig te geer. Ja, dit is natuurlijk een Friese preek. Morgen is het Pinkster en dat is een hoogtijdag. Zowel voor onze gemeente als voor een hele hoop andere mensen. Voor onze gemeente veel meer natuurlijk als een hoogtijdag dat de Heilige Geest is uitgestort en dat hij dus ook zich van de taal bedient, want de taal van de Almachtige is niet de Friese taal, zoals u zult begrijpen, nog de Hollandse taal, maar is de taal apart. Maar het is ook natuurlijk voor een hele hoop mensen die het water opzoeken een blijde dag dat het morgen mooi weer zal zijn. En sommige van die mensen komen natuurlijk ook in de kerk. En dan is het altijd een beetje moeilijk, zoals iemand ook tegen me zei deze week, dominee, waarom preek je Jonne Friesk? Dan komen ze een soort oren mee in kerken. In de preek vinden de mensen toch wel dat God een Hollander is. En dat je dus op een deftige manier over hem moet praten, tenminste. Maar op huisbezoek ligt dat wel een klein beetje anders. Je praat gewoon in je eigen taal waarin je geboren bent. Toen dan dat lood kwam, roende mannig te geer en waterdienend. Want in elk jette hart in zijn eigen taal spreken. En je rekken boeten haar zelfs en verwonderen haar zissende sjoch. Iedereen het over eens. Natuurlijk moet het Fries blijven, net als schoolwater. Maar wie doet er iets aan? Oh ja, daar is hij. Ja, ja. Van Friesjes jongens leven gewoon, dat binnen lezers. Jong en oud. B. Benjong. 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 Die kan je maar goed. Ach, nee. Les en veel. Les en veel. B. B.O. B.O.A. B.O.A.K. B.O.A.K.A. B.O.A.K.A.N. Boeken. Kom op het verhaal van je boek in eigen taal. Lint u kwart wezen, Frieske boeken lezen. B. B.O. U hebt het zo langzamerhand wel gemerkt, het Fries moet zichzelf maar zien te redden. Nou, dat zullen we dan doen ook. En dan maar zonder grote pier.
meegereisd om de Basken te laten merken dat jullie achter hun staan vanuit eigen problematiek. Klopt dat? Nou ja, we zijn er met opzet expliciet als Friese heen gegaan om die link te leggen tussen het Friese probleem en het Baskische probleem. Maar je zou er natuurlijk ook als Nederlander heen kunnen gaan. Daar hoef je niet per se Fries voor te zijn om dat te kunnen begrijpen. Dat is net zoiets als, laten we zeggen, nou ja, als dat er zaken scheef liggen in Vietnam of in Biafra of in Portugal, of doet er niet toe. Dat is een stuk sociaal onrecht wat daar gepleegd wordt. Die mensen worden daar onderdrukt. Maar dat is nou al wat die Basken daar aanbelangt. Maar wat ben je van doel om je te doen? Hoe wil je je nou actie vieren? Het is af en toe logisch dat mensen die een taal praten, dat ze daar inles krijgen, dat ze die taal oeral moertje, dat die oeraltje inkomen. Als straks is op een station oeral in de restaurants, dat alles. Dat is gewoon, alleen dat de meesten weten het meer, dat gewoon is. En door de eeuwen heen ben wij erbij grootgebracht dat het Hollands de taal is. Het gaat dus net zozeer om de taal op mezelf, het gaat dus om de meesten achter de taal op mezelf. Is ik net vol, ik bedoel, het Friesk is net mooi, de Fries is net best, de Friesland is net mooi, hè? Dat is ik vaak. Gewoon om misverstanden even voor te helpen. Want als je heel consequent dan trok in zo'n, dan kom je op een hele vreemde terrein, zoals van uw staal is mooier, uw meesting bent beter, of zo. En dan kom je dus op het duur in het strutje van Hitler te lonen, of zo. Dat ben volslaan fout argument. Het is gewoon, wij praten deze taal, dus broeken wij deze taal. Het is zo logisch, het is zo gewoon. Alleen in de Friese taal, ja, daar kom je net in een mooi, no? Ik wil ook al ja. Spraakgebrek! Six. Wij denken Friesk. Je vierdes, hoeft het voor mij niet meer. Op de Friese lagere scholen bestaat er sinds 1972 een wet die verplicht Fries op het lesrooster zet. Nou kan een wet alleen natuurlijk geen taal levend houden. Dat kunnen alleen de mensen doen, als ze dat willen. Van de grote school weer terug naar het kleine thuis, elke dag toch weer een hele overgang. Ook al is er officieel wat Fries in de klas en komt er meer en meer Hollands de huiskamer binnen, neem de televisie. Maar het hoeft geen probleem te zijn, ook later niet, om ze allebei tot voertaal te hebben. De taal die je van thuis hebt meegekregen en de taal die je hebt geleerd. Fries en Nederlands, vanzelfsprekend.